Rendernummer door Bas van de Goor, Guido Gutsen en weer terug spelverdeler Peter Blanchet. Heeft 4 wedstrijden niet gespeeld. Eerst vanwege een voorhoofdsholteontsteking. En de reis vorige week tegen naar de Sovjet-Unie of naar Rusland liet hij aan zich voorbij gaan omdat hij nog herstellende was. Het Franse team is duidelijk verzwakt. Franse coach Pierre Laborie heeft rust gegeven aan waarschijnlijk de 5 beste spelers, basisspelers, waaronder Laurent Chambertin. Misverstand in de Nederlandse defensie. Voorkeur dus voor Albert Christina boven Martin van der Horst in het midden. En dit is Gran Vorca, wel een geroutineerde speler, middenspeler afkomstig van Parma en dat is in ieder geval een basisspeler. Behoorlijke belangstelling hier in Groningen. Wedstrijd onder leiding van de Griekse scheidsrechter Koulis. Dit is Christophe Menot, de meest geroutineerde Fransman. Man met nummer 6, middenspeler ook. Rijnder nummer door tegen het blok van de Fransen. Grand Vorka. Fransen zijn dit toernooi om de World League Volleyball heel sterk begonnen. 2 overwinningen thuis tegen Cuba. En zijn dus duidelijk op weg naar het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen dat in eigen land wordt gehouden. Het zal moeilijk worden voor de Fransen om zich, nou ja moeilijk, het zal ook wel belangrijk kunnen zijn voor de Fransen om zich te plaatsen voor de finale van de World League. De leiding van het Nederlands team en de sponsors en topvolleybal Nederland is toch heel erg slim geweest om die World League naar Nederland te halen in het Olympische jaar. Enerzijds is dat natuurlijk een prima voorbereiding op het kwalificatietoernooi. En als het kwalificatietoernooi gehaald wordt, dan is het ook een prima voorbereiding op de Olympische Spelen. Ik herinner u dat in 1996 het toernooi om de World League, de finale, ook in Rotterdam gehouden werd. En dat Nederland vervolgens in Atlanta Olympisch goud haalde. Maar de wens is wat dat betreft even nog de vader van de gedachte. Peter Blanchet met de goede doortikbal. Albert Christina. Als het goed loopt, dan is hij de middenspeler naast Bas van der Goor die de voorkeur krijgt van coach Toon Gerbrands. Rende nummer door met de stop naar Peter Blanchet. Bas van der Goor. Libero positie in handen van Joost Kooistra bij Nederland. Na het vertrek dus van de man die met vakantie ging, Marco Klok. Best allround speler van de eerste analyses na 11 minuten spelen hier in de Martini Hall in Groningen. Pierre Laborie, opvolger van Vladimir Kondra, de Rus, die vanaf 1997 het Franse volleybal weer opnieuw opgebouwd heeft. Is nu betrokken trouwens, die Kondra, bij het Russische team. De officiële interland van Nederland tegen Frankrijk was tijdens het Europees kampioenschap in Wenen. Toen werd het openingsduel door Frankrijk met 3-0 gewonnen. En dat kostte toen de Olympisch kampioen de plaats in de halve finale. Prachtig blok van Bas van der Goor met Guido Gutsen.
kijken wie hem eigenlijk definitief aanraakt. Ik denk Guido Gutsen. Ja. Peter Blanchet in zijn eentje. Eenhandig setup. Moeilijke bal voor de Franse aanval. Uitgeslagen door Grenoer. En Nederland loopt naar een nog grotere voorsprong. 19-10 op dit moment. Albert Christina. Onhoudbaar voor de Franse blokkering. Gelukje. En een slechte bal van Albert Christina. Wordt vervangen door libero Joost Koistra. Hier is die. Staat voor een lastige opgave. Hij moet dus Marco Klok doen vergeten. Prachtige combinatie. Guido Gutsen vrijgespeeld. Stop is goed. Snelle bal naar Guido Gutsen. Eenmansblok. Omdat Christophe Menot daar niet op rekent. Via het Nederlandse blok, punt voor de Fransen. Christophe Menot. Prima stop van Koistra trouwens. Grand Vorka, goed gedaan. Fransen proberen weer wat... enthousiasme in het spel te brengen. Lieten zich wegspelen, maar krabbelen langzamerhand omhoog. 21-13. Slechte stop van Joost Koistra. 21-14. Wordt moed ingesproken door Guido Gutsen en de nummerdoor. Moeten met z'n drieën stoppen bij deze sprongservice van Menot, die niet erg hard is. Gutsen, goed. Dat is nou weer scoren, want de Fransen hadden een serie gemaakt. 22-14. Achterover. Terwijl Bas van der Goor in het midden wacht en het blok dwingt. Gutsen is hard. Prachtig blok van het Nederlands team. Bas van der Goor met Martijn Dieleman. 22-14. Aangevraagd door de Franse coach Pierre Laborie. Franse coach Laborie neemt zijn minuut pauze. Dat is nummer 9, Grand Vorka. Dat is de enige Fransman die in de hoogste Italiaanse competitie speelt het afgelopen seizoen. En toch Gerbrands, door het diepe dalen is die moeten gaan. Tribune voornamelijk oranje. En hier Richard Schuil, de beoogde hoofdaanvaller van het Nederlands team met Martin van der Horst. Martin van der Horst die al een aantal keren in de basisformatie gestart is. Een lange teruggehaalde middenman. Die ook de druk op de middenman. Zoals Bas van der Goor moet opvoeren. Als goede reserve achter Albert Christina, Bas van der Goor en eventueel broer Mike van der Goor. Dit is Guido Gutsen. 23-14. En Nederland mag er natuurlijk nooit meer het handen geven.
Kijk eens hoe die bal wegdraait. Helemaal naar rechts waar geen verdediging is. Prima gedaan. Setpoint voor Nederland. Zestiende punt voor de Fransen. En Nederland moet nog even wachten. Nou, het is geen setpoint voor de Fransen. Peter Blanchet. Ruimde nummer door. Mag het winnende punt binnenslaan van spelverdeler Peter Blanchet. Hier komt de bal. Goed crossgeslagen door ruimde nummer door. En Nederland wint de eerste set na 19 minuten met 25-16. Stefan Antiga. Bas van de Goor. 14-13 in de tweede set. En Nederland geeft het een beetje uit handen. Ze hebben met 8-3 voorgestaan. De Fransen zijn eigenlijk langzij. Gran Vorka. Ja, die bal is in. Ja. Tweede keer in deze set dat de Fransen voorkomen. Alles, deze Gran Vorka. Prima seizoen achter de rug bij Italiaans club Parma. Hele goede sprongservice. 16-13 voor Frankrijk, tweede time-out. En u hoort het de speaker zeggen, de tweede time-out van de tweede set. En de cijfers zijn duidelijk, 25-16 in de eerste set en nu 16-14 achter in de tweede set. Een reden voor coach Toon Gerbrands op zijn basisformatie te wijzigen. En rechts Martin van Dorst. Tijdens de afwezigheid van Peter Blanchet is afgewisseld door Michel Ladouille. En de derde spelverdeler eigenlijk, Kars van Tarel, die dat best aardig deed. Nou, voorlopig is de ongekroonde eerste spelverdeler nog Peter Blanchet. Die dus na zijn Italiaanse avontuur het afgelopen seizoen bij Vreven ook in Nieuwegein speelde en met dat team ook het Nederlands kampioenschap binnenhaalde. Gran Vorka. En Nederland moet gas geven om die tweede set onder controle te krijgen. Rende nummer door. Afdoende. 15-16. Tijn Dieleman speelde dus weer op de plek van Richard Schouw. Hij vindt hem goed, de scheidsrechter. Nederlandse spelers vonden hem tactisch of technisch niet goed, maar Koel is dus onverbeeldelijk. Fabrice Brie. Uitgeslagen. En de nummer door. Goed verdedigen van de Fransen. Boistra. Putsen. Goed.
spannende rally. Niet van ontzettend hoog niveau. Maar mooi afgemaakt door Guido Gissen. Rijn de nummer door. Mag Langer. Bal uitgeslagen. Hij verontschuldigt zich, Guido Gutsen. Renoir, bezig aan zijn 127e interland voor de Franse ploeg. Via net nog naar de Nederlandse kant. Uitgeslagen schommelbal. Het niveau van het spel in dit gedeelte van de tweede set is laag. Nederland vecht tegen overschatting. Ze moeten gewoon het spel weer in handen nemen. Het is 19-19. Menno met een lastige floater service. Stop door nummer door is goed. Pas van de Goor. Onhaalbaar voor de Franse verdediging. Prachtige actie zo van deze kant. Pierre Laborie, de Franse coach. Grand voor elkaar, goed gespeeld. Routineus. En Joost Kooistra, de libero. Spelen bij Zwolle. Dit mag dus. En voor de mensen die jarenlang op het strand of op de camping volleybal gespeeld hebben, is dat een vreselijk raar gezicht. Zo'n bal die via het net gewoon doorgaat. 21-20 voorsprong voor het Nederlandse team. Kans op 22-20. Natuurlijk. De combinatie Blanchet van de voor is bijna niet te stuiten. Peter Blanchet voelt dat prima aan hoe Bas van de Goor die bal moet hebben. En Laborie neemt zijn laatste time-out in deze tweede set nog. Om te kijken of hij nog één keer zijn team wat vuur kan ingeven om te kijken om die tweede set nog te winnen. Aanwijzing van coach Toon Gerbrands voor Joost Kooistra. Guido Gutsen, Nederland 3 punten af van de winst in de tweede set. Eerst set 25-16, nu 22-20. Bal kwam erg ver voor Fabrice Brie. Hij vindt hem technisch fout, Koelis. Guido Gutsen. De uitgeslagen
23-21, prima. Antiga kan er niet bij. Prima bal van Bas van der Goor. Setpoint voor Nederland in de tweede set. De combinatie leek goed, maar de bal wordt uitgeslagen. Het is 25-21. Maar dan constateert de eerste scheidsrechter Koelis dat hij aangeraakt is. En in plaats van het 25e punt voor Nederland is het 22e punt voor de Fransen. Niemand heeft het gezien, alleen de Griekse scheidsrechter. Grand Forca. Dan moet het nu maar gebeuren. Blanchet. Rijn de nummer door. En die maakt het uit. En dat betekent 2-0 in sets. 25-22 voor het Nederlandse team. Geen briljant gespeelde tweede set. Wel goed teruggevochten op het laatste moment. Hier de laatste bal van die tweede set. 2-0 voorsprong in sets. 25-26. De Kerkre. Via het Franse blok. Zesde punt voor Nederland. Blanchet van der Goor. Vaste combinatie. Guido Gutsen. Makkelijk over het net. En dat is onmiddellijk te scoren voor de Fransen. Natuurlijk 9-6. Van, of de opslag van Luc Marquet in het net. Oudgediende Luc Marquet. Zijn derde set in het veld gebracht. 3-0 vindt de Franse coach Laborie toch wel te grote cijfers. Grand Forca is blijven staan. Marquet verdedigt. Prachtig. En Grand Forca schitterend ingeslagen. Het publiek roert zich, merkt dat het Nederlands team terugzakt. Direct punt, omdat de stop van Joost Kooistra niet goed is. Het is 11-7. Nederland laat zich een beetje meeslepen door het tempo van de Fransen. Heeft een hele goede sprongservice deze Frans Grand Forca. Dieleman. Slordig. Neemt veel risico. Als je kunt spreken over een tweede formatie, dan heeft de Franse coach die min of meer ingezet. Of eigenlijk zou je moeten spreken over de wissels van de wissels. Marquet erin. Frederica Vast erin. En dat zijn spelers die zelfs als wisselspeler weinig optreden in het Franse team. De Franse coach probeert de vechtlust, de agressiviteit weer terug te brengen bij het Franse team. Waarin de verdedigende capaciteit en de teamgeest, en vooral de snelheid, karakteristiek zijn. Goede tactische bal van Guido Gutsen. 10-13.
Albert Christina. En weer dit soort onnozele fout eigenlijk. Die het ritme uit het Nederlands team halen in deze derde set. Christophe Menot. Bezig aan zijn bijna 400ste interland voor het Franse nationale team. Prima bal van Martijn Dieleman. Onmogelijk bijna, maar hij slaagt erin om tegen de handen van de Franse blokkering te slaan. Passeerde net nog de netrand. Blanchet. Nederlands team is verdedigend weggezakt. Heeft niet meer de spirit op dit moment. De Fransen vechten zich eigenlijk terug in de wedstrijd. Loïc de Kergre. Guido Gutsen. Tegen dit team mag eigenlijk het Nederlands team geen set weggeven. In ieder geval de wedstrijd niet weggeven. Nederland vecht meer tegen zichzelf dan tegen dit Franse team. Grand Vorka. Het tweede oranje wordt het Nederlands volleybalteam genoemd. Zeker naar de prestaties tijdens de Olympische Spelen in Atlanta. Maar die glans is er eigenlijk een klein beetje af. Die moet weer teruggehaald worden. Gerbrands met tweede coach Wim Koch. En dit is Luc Marquet. ...16-12 voorsprong voor de Fransen. En u hoort het van de speaker. En u ziet hem hier. Martin van Horst vervangt Albert Christina. Die moet dan blokkerend Nederland weer wat meer kracht geven. Voorlopig wordt hij gepasseerd door de Franse ploeg. Van Vojka. Top van het Nederlands team weer. En het spelpeil is in deze derde set tot een bedenkelijk niveau gedaald. Guido Gutsen. Tijn Dieleman. Net aangeraakt door de kansenblokkering van Noël. Die dat ook toegeeft. En Nederland moet die 4-punt achterstand proberen in te halen. Dat zou nu moeten. Guido Gutsen. Moeilijke bal. En via het blok van Martin van der Horst en Peter Blanchet buiten de lijnen. Nederland is verdedigend vooral op dit moment niet in goede doen. En verdedigend moet je proberen die extra punten te halen.
in dit lastige rallypoint systeem. Avas. Weer die slechte stop aan de Nederlandse kant. Libero Kooistra maakt nog wel wat fouten bij die stop. Heel lastig om op die belangrijke rol te spelen. Zes punten is het verschil. Ik denk dat coach Toon Gerbrands een poortje gaat wisselen met libero voor het Nederlands team Joost Poistra. Graf Vorka. Nederland mag deze wedstrijd natuurlijk nooit verliezen. Dan is er definitief een iets ernstigs aan de hand met het Nederlands team. Als je tegen dit Franse team niet zou kunnen winnen. Het publiek wil wel in Groningen. De man die de muziek bedient ook. Nu het Nederlands team nog. Nummer door. Meer aanval niet goed. Martin van Dors. Bewijs zijn nut. 2,14 meter. Inmiddels ruim 300 in de lans achter zijn naam, Martin van Dors. Guido Gutsen niet in het blok staan. Absoluut een kans voor het Nederlands team. Helemaal zelf verdiend. Wissel in het Franse team. Nummer 12. Het parquet wordt vervangen door nummer 17. Dimitri Svetkov. Svetkov, een genaturaliseerde Fransman. Van Luc Marquet. Kooistra's, goeie stop. Martin van Doors blijft lang hangen. Vorige week ook goed gespeeld op die middenpositie, vooral ook aanvallend. Luc Marquet komt weer terug. Martin van Doors zelf met opslag. Luc Marquet weer terug in het Franse team. Svetkov even om het blok te versterken. Prachtige middag, Christophe Menot. Bas van der Goor springt naar rechts. Menot precies de andere kant op. De 23e punt voor de Fransen. Twee punten af van de overwinning in die derde set. Zou je eigenlijk niet meer moeten kunnen inhalen in het rallypoint systeem. Kan Nederland toch. Bas van der Goor. Scoort in ieder geval wel. 18e punt. Maar nu is Nederland weer op de opslag. En dat is in het volleybal is dat eigenlijk een nadeel. Zeker als Peter Blanchet in de opslag is die niet een knalharde sprongservice heeft. Renaud Erg. Van achter de 3 meterlijn. Prima bal. Komt-ie. Setpoint voor Frankrijk. Met spelverdeler de Kergret. Guido Gutsen stelt de overwinning in die derde set voor de Fransen nog even uit. Met het 19e punt. En zelf met opslag. Als hij hem tegen het net staat, is het afgelopen.
uitslaan is ook afgelopen. Dat betekent de derde set, een overwinning voor de Fransen. Peter Blanchet. Middenaanval. Onder het net doorgelopen door de Rosman Stefan Ava. Kunnen we dat constateren bij de herhaling? Hier gebeurt dat. Ja, goed gezien van de tweede scheidsrechter. Terecht. En geen reden om zich zo druk te maken voor het Franse team. Peter Blanchet. 9-6 voorsprong voor Nederland. Het is een mentale kwestie op dit moment. Nederland moet gewoon zichzelf herpakken. En zoals de eerste set ging met 25-16. Moeten ze ook proberen om in deze vierde set het spel weer onder controle te krijgen. De Kerkere. Spelverdeler in plaats dus van Laurent Chamberthe. 10-7, Guido Gutsen. 2-1 voorsprong in sets. Luc Marquet, lang gewacht door Guido Gutsen. Opslag van Marquet, stop is goed. Rijdt de nummer door. Denk dat hij niet goed door spelverdeler Peter Blanchet naar rijdt de nummer doorgeven. Er was niet genoeg ruimte. Marquet. Dieleman. Tweemansblok van Bas van de Goor en de rijder nummer door wordt eigenlijk heel makkelijk gepasseerd. Fransen komen terug. Het Nederlands publiek zit stil op de bank in de Martinihal. Via het blok. Een punt van Martijn Dieleman. Eenmansblok, Renault Erp. En dan moet je als aanvaller scoren. Van de Goor. Blok zat erbij, maar niet afdoende gerend. Vorig jaar. 25 tot 27 juli in Frankrijk speelt hij natuurlijk de belangrijke rol. Blok van Martin van Oost, maar hij wordt uitgegeven. Dat kunnen we constateren of het juist is. De blokkering via Martin van Oost buiten de lijnen. Nou. Ik denk dat hij de lijn raakt. Klopt ook. Tijn Dieleman. 12-11. Herstel van de tweede scheidsrechter. En de blokkering van Christophe Menot. En de teamspirit bij de Fransen. Het is natuurlijk spelen tegen de Olympisch kampioen, je voorbereiden op de kwalificatie tegen de Olympisch kampioen vanuit de situatie dat je de ploeg bent die niks te verliezen heeft. En Nederland heeft alles te verliezen. Het is ook de manier waarop het Franse team de laatste wedstrijden speelt. Veel inzet. Veel karakter.
ziet, speltechnisch misschien nog de mindere van het Nederlands team. Maar qua wedstrijdinzet, qua wedstrijdinstelling heel erg goed. Rare beslissingen van de Griekse scheidsrechter op dit moment. En nou ja, het publiek is er niet mee eens. En misschien is dit het moment voor het Nederlands team om zich wat boos te maken. Het is 13-13. Pieter Gutsen. Wat gaat hij dat doen? Bal raakt de grond. En weer misverstand tussen de arbitrage en de ploegen. Kijk, Toon Gerbrands aan de zijkant staan, die schreeuwt zijn team vooruit. Voelt ook dat er verslapping zou kunnen dreigen. Als de Fransen lang genoeg bijblijven. Was van de Goor met de blokkering. Heel belangrijk op dat moment. Martin van Doorst. Marge van 2 punten wordt 1 punt, 15-14. Christophe Menot. Gutsen. Fransen komen terug, maar deze bal ligt niet goed. En Nederland sleept dit punt uit het vuur. Eigenlijk een gestolen punt, 16-14. Maar wel belangrijk om met 2 punten voorsprong de tweede time-out in te gaan. Laborie, hier de herhaling van het laatste punt. Blokkering van Guido Gutsen. De bal was inderdaad de netrand gepasseerd. En hier de killercijfers tot nu toe. 2-1 voorsprong in sets. 16-14 voorsprong in deze vierde set. Van Vladimir Kondra. Die dus het Franse volleybal weer aan de top van de wereld gekregen heeft. Nou ja, voorlopig de subtop, maar de bedoeling is dat ze een belangrijke rol gaan spelen. En alles beslissend zal dus zijn het kwalificatietoernooi eind juli. De Fransen hebben daar het voordeel van het fanatieke thuispubliek. En misschien zou dat wel eens de beslissende factor kunnen zijn. Peter Blanchet. Bal leek uit. En als Nederlandse lijnrechter op deze stand zou je misschien ook wel kunnen zeggen dat hij inderdaad uit was. Als zelfs als het een millimeter verschilde. Dat komt nog wel eens voor dat Nederlandse lijnrechter wat dat betreft rookste dan de paus zijn. In Italië zou dit waarschijnlijk niet gebeurd zijn. Cuba zeker niet. Bas van de Goor. 17-15. Guido Gutsen. Maar ze zijn toch weer erg dichterbij gekropen. En dan zakt het op dit moment weer helemaal weg. De slechte paas van Guido Gutsen. 17-17. Luc Marquet, veel interlands achter zijn naam, speler in de Serie B van de Italiaanse competitie. Prachtige tactische bal. En de Fransen staan op dit moment voor. De Nederlandse achterveldverdediging kan er niet bij.
En onder leiding van deze 30-jarige Marquet is Frankrijk weer helemaal terug in de wedstrijd. Van de Goor. Ja, commentaar is eigenlijk overbodig bij deze bal. De manier waarop ook aanvoerder Bart van de Goor dan die bal in het net slaat. Wijst op een tijdelijke, hopelijk ineenstorting van het Nederlands team. Nummerdorp, is goed. Dan Vorka met de goede smash. De stop van Nummerdorp zelf. Krijgt hem van Blanchet. Slaat hem snoeihard in. Martijn Dieleman. 19-19. Via het net. Kans op 20-19 nu. Dieleman. Is goed. Er ligt ook de goede keuze op dit moment van Peter Blanchet. Blok rekent op het midden. En Laborie wint zich op. Ziet toch nog mogelijkheden voor het Franse team om te winnen. Er zat er na de 2-0 set achterstand niet in. 20-19. Slechte stop. Moet afgemaakt worden door Martin van der Horst. Dat doet hij. 21-19. Ziet er wat beter uit nu weer voor het Nederlands team. Time-out van Pierre Laborie. Laatste mogelijkheid toch om het ritme in het Nederlands team te storen. En om de 3-1 overwinning in sets om daar een stokje voor te steken. Van die bal van Nummerdor. Slechte stop en in één keer die bal van Martin van der Horst ingeslagen. Het is al een uur en 40 minuten bezig hier in de Martinihal in Groningen. Het Nederlands team 21-19 voor. En dat mogen ze tegen dit Franse team niet meer uit handen geven. Van Dorst gaat in het midden spelen. Martijn Dieleman. Dat is niet zo'n lekkere begin na een time-out. Staat gewoon 21-20. Verder titels zijn overbodig. Goed blok van de Fransen en dan is het 21-21. En hoe is het mogelijk? Gaat Nederland dan toch nog die vierde set uit handen geven? Avas. Lastige opslag. Nummer door. Gered door de Franse verdediging. Kans op 22-21 voor de Fransen. Aangeraakt door het Nederlandse blok. Slim geslagen door R. Bedankt de spelverdeler de Kergret. En daar staat Nederland achter met 22-21 in de vierde set. En dan moet coach Toon Gerbrands bij zijn laatste time-out in deze vierde set moet hij zijn team weer op de rails krijgen. Gezichten staan niet vrolijk. Maar je mag als Nederlands team in deze wedstrijd tegen dit Franse team, mag je die vierde set niet verliezen. Mag je de wedstrijd niet verliezen. Kan niet. Het dreigt. Dieleman neemt hij de leiding. Schuil lacht erachter. Richard Schuil wordt toch niet ingezet door coach Toon Gerbrands. Lijkt het niet de situatie om de verantwoordelijkheid aan Vossing bij Richard Schuil te leggen. Nee, deze mannen moeten het doen. Peter Blanchet en Bas van der Goor. Die moeten het team uit het dal trekken. 22-21 voorsprong voor de Fransen.
op weg misschien naar een 2-2 gelijkstand. Havas. Belangrijke opslag. Goeie stop. Peter Blanchet. Prachtige bal op Martin van Oost. Korte bal. En de stand is gelijk. 22-22. Kijk naar Martin van Oost met die lengte. Hangt al. En het blok van de Kerkeret is veel te laat. Spelverdeler, de kleine spelverdeler van de Frans. Dan nummer door. Die moet het doen. Dit moment is een goede opslag nodig. En die is goed. Hij gaat over het net heen. Kansen voor Nederland. Op het 23e punt. Niet afgemaakt door Guido Gutsen. Krijgt hij nog een kans of gaat hij naar Martin van Oost? Hij gaat naar Martin van Oost. Die neemt zijn verantwoordelijkheid. Die krijgt de bal. En slaat hem langs het blok. Het blok sluit niet van Christophe Menot. Men rekent het toch waarschijnlijk weer op Guido Gutsen. Nederland voor in deze vierde set. 23-22. Geslagen door de Fransen. 24-22. Het matchpoint voor het Nederlands team. En dan hebben ze toch in die vierde set nog getoond om karakter te hebben. Om de wedstrijd toch nog te draaien in die vierde set. Matchpoint voor het Nederlands team. Slecht gestopt door de Fransen. Martin van Oors mag het afmaken. Dat is een goede keuze van Peter Blanchet. Nederland wint met 3-1 de eerste wedstrijd tegen de Fransen hier in de Martini Hall in Groningen. Morgen volgt de return. De winnende coach, Toon Gerbrand, Nederland-Frankrijk 3-1.